Hallo, mijn naam is Tim. Uh, ik ben eerstejaarsstudent aan de Hogeschool Rotterdam voor de opleiding Ruimtelijke Ordning en Planologie. Uh, en alle eerstejaarsstudenten zijn momenteel bezig met een project aan de Keilenwerf, of aan de Keilenstraat in principe. Uh, vroeger was het een gebied waar, waar het veel bekend stond voor, uh, voor, voor drugsgebruik en uh, prostitutie. Tegenwoordig is het uh, totaal anders. Zo heb je er uh, ontzettend veel maakbedrijven. Er zitten architecten, er zitten kunstenaars en er zitten uh, muzici. Uh, en wat wij uh, hebben uh, gedaan met ons project is uh, mensen uh, enthousiast willen maken voor het uh, Merwe Vierhaven gebied. Hoe hebben we dat gedaan? We zijn uh, nu vijf maanden bezig met een uh, project. Zo hebben we geregeld dat er op de voedseltuin, dat is een, een, een bedrijf wat daar zit, uh, een hutspot wordt gemaakt. Een, een record voor hutspot om, uh, om zo het gebied uh, bekend te maken. Dus met een leuke activiteit. Zo wordt uh, vanuit de Keilerwerf, daar zitten alle kunstenaars, een rondleiding gegeven door het hele gebied. Uh, zo kan je dus uh, met uh, dat duurt ongeveer een half uur kan je meelopen en dan is het één uh, keer inzichtelijk wat er allemaal zit. In de HR-Hub uh, worden uh, door ons, door de studenten, is er een, uh, een ruimte ingericht voor studenten, zodat zij daar kunnen uh, leren, studeren en samenkomen om bijvoorbeeld projecten te maken. Uh, er is ook voor de architecten iets geregeld: dat is een netwerkborrel. En dat is dus echt puur voor de bedrijven, zodat zij elkaar allemaal op eten leren kennen en daardoor misschien ook wel gaan samenwerken. Uh, dit alles vindt plaats op vrijdag 21 en uh, zaterdag 22 april. Uh, dat begint om 12 uur en loopt door tot 8 uur. Er zullen verschillende borrels zijn. Ook zullen er een paar voetstentjes zijn, zodat je lekker kan eten. Dus ik stel voor, kom alle langs vrijdag 21 en uh, zaterdag 22 april op de Merwe Vierhavengebied aan de Keilerstraat. Heeft u iets te melden? Dan is een Videopits iets voor u. Kijk op popuptv.nl.